En ja, soms is het in het leven nu of nooit. En dat geldt voor onze volgende gast. Ja, het gaat vooruit. Hè. We gaan richting 13 uur. En daarnet hadden we Aurélie hier op bezoek. Die kwam vertellen over morgen, want zij is kleuterjuf. En ja, morgen opent ze haar deurtjes weer van haar klas. Maar morgen moet er een andere deur voor Kitana geopend worden. Want gedaan alweer, ook met het schone leven. De harde realiteit is morgen, Kitana. Back to school. Ja. Oei. Jammer genoeg wel, ja. Oh, ja, het was natuurlijk wel een hele mooie zomer voor jou, inderdaad. Hè? Inderdaad. Wat heb je allemaal mogen doen? Veel. Veel? Ik heb zo daarnet in de auto van gekeken naar mijn foto's allemaal. En dat is wel gek om terug te zien. Eind juni waren mijn examens gedaan, 23 juni. Maar je was erdoor. En ik was erdoor. Fantastisch, ja, hè? Ja, oh. Was mega blij. Oh, ik zit altijd met stress, omdat ik al eens mijn jaar opnieuw heb moeten doen. Ja. En dan zit je wel nog met extra stress altijd. Ja. Ja. Maar ik ben heel blij dat ik naar het volgende jaar mag, naar het vijfde. Maar ik denk, Kitana, dat jij nu wel in een richting zit waar je helemaal kan openbloeien. Hè? Inderdaad. Ja, wat volg je? Dans. Dans. Dat is iets wat je al langer had moeten doen, bij wijze van spreken. Ja. Hè? Maar nu heb je die stap wel gewaagd. Dan gaat het allemaal toch wel wat vlotter. Ja, het gaat vlotter, maar natuurlijk blijft het gewoon heftig. Ja. En zwaar, want het is wel 19 uur in de week. En dan daarnaast ga ik ook nog les gaan geven, dansles aan kinderen. Dus dat wordt wel heel pittig. En dan natuurlijk ook met amazingfestivals, kerstshows, Sinterklaasshows die er nog aankomen. En dan ook nog gewoon solo optredens die erop staan. Wordt dat wel een beetje heftig. Maar je bent daarvoor geboren, denk ik. Ja, dat zeggen ze toch wel. Dus ik kijk er wel heel hard naar uit. En ik heb ook een keileuke zomer achter de rug. Ik ben ook twee keer op reis geweest. Ik ben net terug. Ja, ik zie het. Ja. Ik verbleef naast jou. Dus ja, ik heb er heel... Allee, echt van genoten, dus ik kan er echt weer aan beginnen. Maar morgen is het wel weer school, hè? Hoe ga je dat ervaren? Of hoe kijk je daar toch ook niet een klein beetje naar uit? Oei, het antwoord zal blijft ja moeten uit. Zeggen. Ja, hè? Jawel, eigenlijk wel. Om iedereen weer terug te zien, want ik heb ze eigenlijk heel de zomer niet kunnen zien. Ook mijn vriendinnen van school niet, jammer genoeg. Wanneer dat ik thuis was, waren zij in het buitenland en omgekeerd. Dat was wel jammer. Maar ik kijk er wel naar uit om iedereen terug te zien. Ook de leerkrachten. Het zijn allemaal nieuwe, dus dan vind ik dat ook leuk om ze allemaal te ontmoeten. Maar morgen wordt heel chill. Ja, dat denk ik ook wel. Hè? Mm-hmm. Ja. En dan kan je een beetje verder babbelen over jouw fantastische zomer. Ja. Veel vrienden en vriendinnen, hoe kijken zij eigenlijk naar Kitana op het podium? Ze hebben nog niet echt mij live gezien. Nee. Maar bijvoorbeeld wel in mijn videoclips, fotoshoots, achter de schermen, dat wel. Ze zijn daar heel neutraal in. Ik denk ook dat ik die balans wel heel goed wil hebben van school en artiest. Ja, oké. Dus daar ben ik niet zo op school van, ik ben hier wel de artiest of zo. Nee, maar daar ben je wel Kitana. Ja, daar ben ik gewoon Kitana, maar ik ben wel altijd hetzelfde. Ja. Naast en op het podium, ik ben altijd dezelfde Kitana. Dat moet je behouden, hè, meid? Ja. Ja, inderdaad. Dat is, even, ik mag dat zeggen tegen jou. Hè. Als je een beetje aan het zweven bent, dan trekken wij jou met beide voetjes op de grond. Mm-hmm. Maar nu gaan wij wel een beetje zweven, want jouw nieuwe single staat klaar. Baila, het is zo schoon, zo zomers geworden. Op deze... Is het aan het regenen buiten? Want ik weet het niet. Ah, wel, ik weet het ook niet, maar het was toch een beetje koud. Slecht weer. Dus laat de zomer maar lekker voelbaar worden daar in de woonkamer. Dit is Kitana met Baila.